Je kijkt nu deze instructiefilm over Osiris zaak. In deze instructiefilm leer je hoe je een zaak kunt starten en volgen in Osiris. Maar wat is Osiris zaak? Misschien ken je Osiris al van de studiegids of de inschrijving voor vakken. Osiris heeft ook een onderdeel waar je aanvraag in kunt dienen. Dit onderdeel heet Osiris zaak. Je kunt er ook een vrijstellingsverzoek indienen, een afspraak inplannen met de studentenpsycholoog en de voortgang van het proces bijhouden. De komende jaren zal het aantal type aanvraag worden uitgebreid. Hoe start je een zaak? Als je ingelogd bent in Osiris, zie je in het midden bij Zaken de module Zaak. Klik hier op Zaken om een zaak te starten. In het scherm zie je de lopende en afgeronde zaken. Voor het starten van de zaak klik je rechtsonder op het plusje. Kies hier de zaak waar je een verzoek voor wilt indienen. Vul jouw gegevens in, scroll naar beneden en klik onderaan op de pagina op indienen. Je zaak is nu ingediend. Je krijgt hier ook een bevestigingsmail van op je universiteitsmailadres. Hier zie je nu een voorbeeld. Iedere zaak heeft een zaaknummer. Je ziet hier een voorbeeld van een zaaknummer. Hoe kun je inzicht krijgen in de mijlpalen van Osiris? Klik op zaken om naar lopende of afgeronde zaken te gaan. Op elk gewenst moment kan je de zaken openen en inzien. Op de rechterpagina onder voortgang zie je nu een overzicht van de mijlpalen. Hoe word ik als student op de hoogte gehouden van de vereiste acties in Osiris? Wordt er actie van jou verwacht, dan ontvang je een notificatie in je universiteitsmail. Je ontvangt ook een notificatie in Osiris bij berichten wanneer de zaak is afgehandeld. Je weet nu hoe je zaken in Osiris aanmaakt en kunt volgen. Succes met starten van de zaak!